Nou, met die man zou ik nog wel eens een keer... Als ik het kort mag samenvatten, denk ik, meneer Cruijff... dat u niet alleen de lijn volgt van je moet alleen maar leren... maar je moet ook proberen een beetje mens te worden. Dat in de eerste plaats. Ja. Mag ik hiermee afsluiten, meneer Cruijff? Want dat klinkt erg goed. Ja, dat is, ja, deze hang ik boven. Leuk dat u er bent. Ja, die lijsten we in. Graag gedaan. En ook in de kantine, want daar zit men in Zouten wel ook al. Die zit daar opeens in. Ja, lief. Jij werkte bij de schoolkrant heel actief. Jij interviewde daar mensen voor. Jij ook, Thea? Ja? Als vriendinnen? Ja, ik ging er eigenlijk gewoon bij omdat Claudia erbij zat, hoor. Maar, deed jij eigenlijk alles een beetje omdat Claudia het deed? Of nee, dat niet. Maar, nee, maar met drie eenheid, met Alice erbij. Ja? Ja. En, ja, nee, het was niet echt. Het was meer, want jij deed ook heel andere dingen. Jij schreef vooral gedichten en zo. Ja, en reportages. Hè. Ja. Zaten niet alleen leerlingen in de schoolkamer, maar ook leraren? Zijn er een paar namen die jullie herinneren? Ja, Joanneke. Joanneke van Aller. Joanneke. Die heeft daar een aantal dingen over te zeggen, over die krant. Oh, echt waar. Claudia is een sprankelend iemand. Ze is altijd uitgelaten, opgewekt, vrolijk, bruisend. En of het nou in de schoolkrantvergadering was of in de les was... het was altijd leven in de brouwerij. En daarbij ook een heel eerlijk en innemende persoonlijkheid. Claudia was de ziel van de schoolkrant. Zij was het bindende geheel. Zij kwam met de ideeën en anderen haakten daarop aan en gingen daarin mee. En Claudia was een heel bijzonder mens. Ze kon ook heel indringend naar mij toe komen. Ik bedoel, het was geen eenrichtingsverkeer. Het was ook iemand die heel veel teruggaf. En dat, ja, dat doet je natuurlijk wel wat. We hebben vanaf het begin af aan... want toen zij in de HAVO zat, heeft ze al bij mij thuis vergaderd. Rond de open haard, zittend, gesprekken voerend en glaasje drinkend. En dan komen er ook allerlei andere dingen naar boven. En daar is toen best wel een band ontstaan. Ja, met de meiden en de schoolkrant en de juf. Oh, ja, schatje. Ja, ja. Nou, dat hebben wij alle drie volgens mij wel. Ja. Dat echt, ik heb heel veel aan haar gehad. Ik denk wij allemaal wel. Het was echt een mentor, zoals in de letterlijke zin van het woord. Ja. Echt iemand waar je van leert. En die belangrijke gesprekken bij de open haard, wat werd er besproken, Thea? Ja, wij kwamen dan inderdaad wel eens bij haar thuis. En op een avond zaten we inderdaad ook te praten met elkaar. En toen vroeg zij aan ons of... Thea, ben je hetero? Ja, natuurlijk. Ja. En nou, Clau, en ben jij hetero? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En ik zo, ah, jawel, doe het maar. En Clau ook echt zo van, Thee, ik weet het echt niet. En toen had ik echt zoiets van, oh jee, wat gebeurt hier nu? Ja, maar dat was ook zo mooi, zo goed dat jij daarbij was. Want dat is dan echt een moment, ik bedoel, ja, wat, 17 waren we toen, denk ik. Ja. En dan loop je al een tijd op van, ik denk dat ik wel op jongens en meisjes val in ieder geval. Weet je, voor je dat dan eens een keer gaat uitspreken. Dus heel knap van Joanneke om dat aan te voelen en daar zo voorzichtig naar te informeren. Want je denkt dat ze dat aanvoelde? Absoluut. Ja. En daarom over begon? Ja. Anders vraag je dat, Nee. Dus als docent, want zij is ook iemand die heel verantwoord met dat docentschap omgaat... dan doe je dat alleen als je weet dat dat... En voelde je dan dat jou dat ook hielp voor jezelf of zo op dat moment? Om dat dan een keer hardop te zeggen, zoiets? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat was wel. En het was ook heel goed dat Thea dan gelijk zei... nee joh, ben je gek? Dan is het ook, ja, dat is gelijk uit de lucht. Dat is gelijk oké. Okay. Ja. Maar jij viel van je stoel dus. Ja, ik had hem niet aan zien komen, nee. En het leuk is, we deden altijd tietentikkertje op het grond. Met Gip. Toen ze helemaal uit de kast was, hadden wij zoiets van... ja, nou kun jij niet meer dat mee. Dat doen we niet meer. Zo. Evert, jij herinnert je ook diepe gesprekken met Claudia? Ook over dit onderwerp? Ja. Ja? Oh, jij hebt het daar ook over gehad? Volgens mij een keer op het podium in een lege aula... Ja. En ik weet niet, na iets wat in de aula was geweest. Ja. En toen hebben we het erover gehad. En het maakte mij heel veel indruk toen, ja. Ja, ik begrijp dus dat het niet echt als een verrassing kwam. Of voor jouzelf misschien al helemaal niet, hoewel... Nou, ik vond het best een verrassing voor het eerst... eigenlijk, ja. Toch is er eigenlijk al een soort bewijsmateriaal... een jaar eerder in de musical waar je speelde. Ja. Zo even een kort stukje... Oh, Jezus, ja, laat maar komen, ja. Nou, jongens... Als jullie nou toch dat moest gaan doorbreken, dan wil ik ook nog wel wat zeggen. Oh, maar juf, we weten toch al lang dat u les
allemaal. Mijn vriendin en ik, we verwachten in november een kindje. Jezus, zeg. Ik wist helemaal niet dat daar bewegend beeld van was. Ja. Maar op dit moment had jij nog geen enkel idee of enig idee over jezelf? Ik denk, nee, ik had wel enig idee. Ja. Of dus je niet zodanig. Wel... Nou ja, weet je, ik wist wel. Daar was natuurlijk echt zo'n cliché-pot met een tuinbroek. Ik wist toen wel van, nou, dat ben ik in ieder geval niet. Anders had ik denk ik ook niet gedurfd om die rol te spelen. Ik weet wel dat er docenten zijn die geweigerd hebben om die rol te spelen. Waarom moest jij die rol spelen eigenlijk? Ja, omdat het zo leuk was geweest met die kerstmusical. Jawel, maar is het niet toevallig dan? Is dat ja, niet een ik beetje heb daar mal? Later ook nog wel eens over gedacht van wat raar eigenlijk. Ja. Nee, dat is toch wel echt toeval, denk ik. Nog even terugkomen naar dat bijzondere moment met Joanneke. Dat is de reden dat zij ook op jouw bruiloft is geweest later? Ja, zeker. Dat speelt daar absoluut een rol in. En... ja, ook sommige mensen, dat vond ik ook heel belangrijk toen ik ging trouwen. Sommige mensen, ook al zie je ze niet meer, die zijn belangrijk in je leven geweest. En soms, bijvoorbeeld Bardien, als Bardien niet in Groningen was gaan studeren, dan hadden wij nu nog veel vaker contact gehad. Alleen dingen gaan zoals ze gaan. Maar ja, dan, je moet wel, ja, op de belangrijke momenten moeten mensen er dan wel zijn. Ja. Hey, nog even voor RTL Boulevard meteen. We hoorden net over een kindje. Wanneer komt er een kindje, Claudia? Je bent de eerste die ik bel, Robert, als je mag komen insemineren. Heel goed. Meteen maar even dan naar de break. Lijkt me een goed moment. En daarna, wat is er van deze recalcitante klas terechtgekomen? Voor welk onderdeel krijgt Claudia een 5 van haar klasgenoten? Oeh. En wie onthult na al die jaren dat ze stiekem verliefd was op Claudia? Tot zo. Oh, het wordt steeds spannender. Terug bij klasgenoten, de 5e VWO-klas van het KWC in Culemborg. De klas van Claudia de Breij. Claudia, jij deed niet alleen de schoolkrant, je deed ook veel cabaret. Ja. Jullie hadden het duo... Met Emmy bedoel je? Ja. En dat was Sinatra en Emmy Award noemden wij ons toen. En Emmy Awards. Ja. Ja. Dat waren jouw eerste schreden op het podium in die aula waar we zijn geweest. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat was de eerste. Die Emmy Awards die heeft er iets over te zeggen. Ach, leuk. Wat leuk. Claudia en ik hebben samen in de schoolkrantredactie gezeten. En Claudia was een aantal jaren ouder dan ik. En die ging al studeren. En ik bleef achter natuurlijk. En toen heb ik een klein afscheidsgedichtje voor haar geschreven voor in de schoolkrant. Zelden op het KWC heeft zich zo'n grote ster ontsproten. Vaak is bij haar aanblik kruifspreek hem weer ontschoten. En menig leraar droomt voor de klas. Ik wou dat ze mijn dochter was. Want ze speelt half piano en heel percussie. Ze danst en mimt en zingt spontaan. Ze heeft smits tot zwetens toe in de discussie. Ja, talenten, daar ontbreekt het haar niet aan. Wordt het dus Carré of toch Agnieten? Wordt het Aco of Annie M.G.? Achtergrondkoor bij Mathilde of toiletjuffrouw bij V&D? Zien wij haar weder op toneel of wc? Claudia, bedankt. Tot ziens. Tabé. Lieve Claudia, ik moet je toch nog één ding vertellen. Ik ben op dit moment heel gelukkig, samen met mijn vriendin. En ik denk dat jij daar wel een beetje bij geholpen hebt. Ja, ik denk dat ik toch wel, nou, misschien een tikje verliefd op je ben geweest. Jezus! Wauw, nou dat is echt, dat had ik echt nooit verwacht. Ongelooflijk. Die Emmy. Ja. Maar zij, god, dat zou ik met een vrouw ervan door. Dat had ik ook nooit. Ja, maar dat komt voor jou. Ja, natuurlijk. Ik steek ze allemaal aan. Ja. God, zeg.